DNA-leden hebben gisteren hun misnoegen geuit over de aanpak van de criminaliteit in het land. NDP-parlementariër Ilona Edwards vroeg vooral aandacht voor de criminaliteit in het achterland en vraagt zich af waarom Surinaamse militairen en politieagenten naar Haiti worden gestuurd terwijl ze nodig zijn in Suriname. ABO-parlementariër Obed Canapé zegt in de afgelopen tijd een melding te hebben gehad van berovingen in het oosten en zuiden van Suriname. Volgens de assembleeleden zijn leden van het Nationaal Leger teruggeroepen uit het binnenland. Er zijn in 2 weken zeker 5 gevallen geweest van berovingen, voorzitter. De eerste keer ter hoogte van Redi Dotti, Biggie Poika, daarna Marie Pastong en Goliath gebied. Deze weg is een van de belangrijkste verbindingswegen voor de verschillende dorpen richting West-Suriname, voorzitter. Ik eis voor de veiligheid van onze burgers die dagelijks gebruik maken van deze weg. Hoe vaak hebben we niet gesproken over een extra controlepost ter hoogte van Witagrong? Wilt u me zeggen dat de verschillende inlichtingendiensten niet horen wat er allemaal in het binnenland gebeurt? De mensen in de gebieden praten over highways van drugsdropping, etc. Ze weten kennelijk zelfs het tijdstip van de droppings en al. En mij is aangegeven door de leiding dat er mobiele operaties zal plaatsvinden. Maar ik weet niet wanneer dat zal worden ingezet, terwijl die samenleving vraagt naar een beter en een zekere garanderen van de veiligheid in die samenleving en het gevoel dat moet gaan stijgen. In de speech van de president bij aanvang van dit kalenderjaar geeft hij aan in zijn jaarrede dat veiligheid, onderwijs en volksgezondheid prioriteiten zouden zijn. Maar wanneer wij kijken naar hoe deze 3 zaken of punten van beleid worden geaccommodeerd met middelen en noem maar op, dan vraag ik me af, zijn we afgedwaald van de prioriteiten of... VHP-fractieleider Aziz Kumar Gayadin bracht in herinnering dat enkele maanden geleden er een vergadering was over de criminaliteit in de Nationale Assemblée en daags daarna er al verandering te merken was. Toch roept hij de regering op om met alle ernst te kijken naar de veiligheidssituatie in het binnenland. Als er inderdaad speciale eenheden nodig zijn in het binnenland, moet er daarvan spoedig werk worden gemaakt, meent Gayadin. Wij willen niet zollen met veiligheid in die samenleving. En zaken die hier gesteld worden en uit de wilde weg, meer dat het bewust zal plaatsvinden, voorzitter. Daar laten we voor de rekening van de mensen. Wij weten dat de regering verantwoord bezig is en we roepen op. De DNA-leden spraken gisteren in het parlement voor aanvang van de openbare vergadering over de behandeling van een nieuw burgerlijk wetboek.